Drie verdachten, één leugenaar. De speurneuzen van Ring TV zoeken uit wie. Museum voor Oudere Technieken in Grimbergen. Hier lopen drie geheimzinnige figuren rond. Het zijn verhalenvertellers. Eén van hen is een leugenaar. Drie duo's van speurneuzen willen de leugenaar ontmaskeren. Ze hebben een anderstalig achtergrond en grijpen vandaag deze extra oefenkans Nederlands. Lea en Lima vormen het eerste duo. Lea komt uit België, Lima heeft roots in Afghanistan. Lina en Lionel zijn het enthousiaste tweede duo. Lina heeft Marokkaanse roots en Lionel komt uit België. Ayoub en Adam zijn het derde en laatste team. Ze hebben beide Marokkaanse roots. De eerste verteller, de smid, staat de duo's al op te wachten. Dag mannen. Een smid, wat doet hij? IJzer plooien en ijzer bewerken. Maar als dat koud is, dan gebeurt er niet veel. Dus daarom maakt hij zijn ijzer warm. En een smid die je smeedt tussen de 900 en de 1350 graden. Maar hoe weet je nu hoe warm dat ijzer is? Wel, je kan dat zien aan de kleur van het ijzer. Als dat rood wordt, dan is dat 600 graden. Als dat oranje wordt, is dat 800 graden. Is dat geel, dan is dat 1300 graden. Of wit, 1400 graden. Dat ijzer is nu 600 graden. Maar als ik dat in de zon houd, dan is dat terug grijs. En daarom werkt een smid altijd in het donker. Spreekt de smid de waarheid? De speurneuzen krijgen de kans om hem te onderwerpen aan een kruisverhoor. Dag smid, we gaan je vandaag vragen stellen. Hoop maar dat je niet liegt, hè. Nee. Hoe wordt het ijzer wit terwijl het vuur geel-oranje is? Omdat dat in heviger vuur komt. Dat wordt warmer. Je verhaal klopte, maar er is één ding dat niet echt klopt. Je zei als je het ijzer in het vuur doet, dat hij wit wordt. Maar in de zon wordt hij ook wit. Hoe komt dat? In de zon wordt dat zwart. Waarom ben je smid geworden? Per ongeluk. Wat kan het hoogste temperatuur zijn van een ijzer? Het ijzer begint te smelten op 1450 graden. Als het ijzer oranje is, hoeveel graden is het dan? 850. 900. En bij rood? 500, 600 graden. Bestaat er ook geel? Geel, ja. En bij geel? 1300. Hoe kunnen wij smid vertrouwen? Je legt je hand in het vuur. Dat doet een smid ook. Maar je hand is niet verbrand. Nee, ik ben een smid. Wij kunnen jou niet vertrouwen. Wij ook de hele tijd. Elke keer was er andere temperatuur. De tijd zit erop. De deelnemers noteren wat ze verdacht vonden. De smid laat de speurneuzen niet met lege handen vertrekken. Dank u. Dank u. Dag. Dag. Geen tijd te verliezen, speurneuzen, want de historica staat jullie al op te wachten. Jullie staan hier voor het Gullendal. Het Gullendal, dat zijn de vroegere stallingen van het kasteel, het prinsenkasteel dat jullie daar zien. Hier werden paarden gestald, maar ook de karren en de wagens van de prinsen. Het werd gebouwd in de 17e eeuw, maar toen stond hier dit huisje al. Het huisje van de kok van de prinsen van het kasteel.
De prinsen waren heel tevreden over een kok en die kok die wou ook niet zomaar verhuizen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon die stallingen over het huisje heen gebouwd. Nu, zoveel jaar later, zijn die stallingen een museum geworden. En het huisje staat er ook nog altijd, maar aan het begin van de 20e eeuw werd het onbewoonbaar verklaard. En begin van dit jaar hebben we besloten om er een escape room van te maken. Als jullie willen, kunnen jullie eens een kijkje nemen. Was dit vroeger echt het huis van de kok van het Prinsenkasteel? Dat proberen de speurneuzen te achterhalen in een kruisverhoor. Ja, het verhaal was best wel raar, dus we hebben een paar vragen voor. Dat snap ik. Werkt de kok van de prins niet in het kasteel? Nee, want dan zouden die geuren daar veel te veel aanwezig zijn. Hij kon best hier zijn kippenboutjes pakken. Hè? Waarom heeft de kok geen keuken in zijn huis? Je hebt misschien die Leuvense stoof gezien binnen als je binnenkwam. Daar kookten ze. Wat was de naam van de kok? Gerardus. Gerardus. Je zei de hele tijd prinsen, maar in één kasteel is er toch altijd maar één prins? Ja, dat klopt. Maar dat ging van generatie op generatie. Waarom is de huis van de kok onbewoonbaar geworden? Een dak met allemaal gaten in, ratten, muizen, duiven. Daar kon ook al begin 20e eeuw, daar mocht niemand meer in wonen. Hoe weet je dat allemaal? Dat staat beschreven. Historica, waarom vertel jij de waarheid? Omdat historici altijd gelijk hebben. Zijn onze speurneuzen hier wijzer door geworden? Ze maken snel nog wat notities. De historica geeft hen een tweede doosje dat ze goed moeten bijhouden tot het einde van het spel. Dan trekken de kinderen richting Prinsenkasteel, waar de bakker hen al staat op te wachten. Goed, mijn verhaal gaat over de bakoven. Deze bakoven is duizenden jaren oud. Het is te zeggen, niet deze bakoven, want die hebben we nagebouwd. Maar we weten hoe de bakovens er zo lang geleden uitzagen door opgravingen. De ovens zelf die zijn onder de grond bewaard, dus we weten hoe ze gemaakt werden. Maar wat erin gebakken werd, dat is veel moeilijker natuurlijk. Want die broodjes die zijn ondertussen allang opgegeten. Maar mijn verhaal gaat over een zekere bakker, een Romeinse bakker, die 2000 jaar geleden aan het bakken was, net op het moment dat er een vulkaan uitbarstte. De lava stroomde uit die vulkaan over de stad waar de bakker woonde, over zijn bakkerij en over alle broden. Die broden zijn bewaard onder de lava en daardoor kunnen wetenschappers van vandaag die broden onderzoeken. En zo wisten wij welke broodjes de mensen 2000 jaar geleden aten. Is dit verhaal waar of ben ik een leugenaar? Dat proberen de speurneuzen in een kruisverhoor te weten te komen met een paar kritische vragen. Een brood kan toch niet tegen lava, dan smelt het. Zo waar. Smelt het? Maar smelt een brood? Gaat het dan breekt het af, zeg maar. Maar dan kunnen wetenschappers het nog altijd onderzoeken. Hè? Hoe konden ze die brood terugnemen? Eigenlijk is de hele stad schoongemaakt. De lava is er afgehaald en alles wat eronder zat is tevoorschijn gekomen. Is de bakker toen gestorven door de lava? Helaas wel. Hoe weet je dat? Omdat zijn lichaam naast het brood gevonden werd. Eerst zei je dat is 2000 jaar geleden en toen zei je 1000 jaar geleden. Ik denk dat jullie mij dan niet zo goed verstaan hebben, want het is wel degelijk 2000 jaar geleden. Waarom ben je een bakker geworden? Omdat ik graag bak. Weet je welke naam is het van die vulkaan? Ja, dat weet ik. Maar vulkanen hebben altijd een moeilijke naam. Het was de Vesuvius. Kijk me in de ogen en antwoord. Lieg je? Een bakker liegt nooit. Nee. Een mysterieuze man, die bakker. Geloven de speurneuzen zijn verhaal?
Hij geeft de kinderen nog een enveloppe mee voor straks. Eerst is het tijd om een keuze te maken, speurneuzen. Wie van de drie is de leugenaar? Wij weten wie de leugenaar is. En dat is... De bakker. Reden 1. Hij gaf altijd traag antwoord op onze vragen. Reden 2. Hij zei altijd iets anders. 3. Als lava op het brood komt, brokkelt hij af en verandert het in as of stof. De leugenaar is de bakker. Omdat door lava verbranden broden toch en de naam van de vulkaan was echt heel raar. De leugenaar is de bakker. Hij knipperde de hele tijd met zijn ogen, dat betekent dat hij liegt. En hij gaf rare antwoorden op onze vragen. Voordat de leugenaar wordt ontmaskerd, mogen de speurneuzen eindelijk hun mysterieuze doosjes openmaken. Pas op, geen papier kapot maken. Oké. Een puzzel, oké. Dat moet hier en deze moet hier. Met de puzzelstukken moeten ze een plan maken om de weg te vinden naar een geheime kist. Daarin zit de leugenaar. Waar zijn we? Wat, ik ga even kijken. Kom. Wat ga je doen? Wacht, hier een kruis. Oké. Oké, kasteel. Zo. En daarnaast. De brug is daar. Wij moeten zo. En hier ligt het. Dus... Go! Het is belangrijk om de kist zo snel mogelijk te vinden. Want als er meer dan één of geen enkel duo de leugenaar ontmaskert, winnen de speurneuzen met de snelste tijd. En dus spurten ze door het park. Misschien is dat hier. Nee, de andere kant. Brug. Daar is de brug. Daar. Dus hier was de kasteel. Je moet hier ergens zijn. De lak. Hier ergens. Maar ik ben moe. Ayoub, gaan we terug gaan kijken bij de kaartje? Ja. Yes! Ja. Okay. Yes, we hebben het. Goed zo. Staat zo? Rechts. Waar is... Ayoub, die moet hier zijn. Ayoub, ik heb hem! Ja, dam! Ja! Tik! De speurneuzen verzamelen rond de kist, want het moment van de waarheid is aangebroken. Ik ben de leugenaar. Oh, wat? Ik had het gevoel, ik wist het. De kokswoning was helemaal geen kokswoning. Maar we hebben dat speciaal gebouwd als een escape room. Dus het is nieuw van dit jaar. Ah. Niemand heeft mij ontmaskerd van jullie. Daarom was de snelste tijd net zo belangrijk. En wie had de snelste tijd van jullie? Lima en Lea. Yes! Proficiat! Yes! Jullie krijgen de trofee mee naar huis, alsjeblieft. De winnaars werden op de voet gevolgd door Lionel en Lina. Adam en Ayoub eindigen derde. Maar niemand gaat met lege handen naar huis. Alle speurneuzen krijgen een gezinsticket voor Zomeren in het Mot. Dat zijn familieactiviteiten in juli en augustus. Alsjeblieft. En hopelijk tot deze zomer, tijdens Zomer in het Mot. En zo voelen de deelnemers zich na afloop. Heel gelukkig. Slecht. Ja, ook slecht. Ik wist al dat ik zou winnen. Maar ik ben nog steeds kei blij met dit en dit. Ik voel me een beetje teleurgesteld, want ik dacht dat we bij dat laatste ding heel snel waren gegaan, maar... Er was een groep die sneller was. Sowieso beleefden de speurneuzen een spannende namiddag. Oefenden ze Nederlands en leerden ze heel wat bij over het Mot. Dat een mooie plek is, dat er veel bomen zijn, dat ruikt altijd keigoed. Dat ijzer van kleur verandert volgens de temperatuur. Ik dacht dat dat niet kon, zo lava op brood, omdat ik dacht dat dat ging verbranden. Ik wil ook heel graag terugkomen, want dat is echt een heel mooie plek en dat is echt heel leuk. Thank you.